Ik ben Brit. Wat zeg je? Ik ben Jeffrey. En waar staan we nou? Bij Storyland. Wij zijn bij Historyland, want Jeffrey die is pas... 7 geworden. En daarom nemen Tim en ik hem mee naar Historyland, omdat hij helemaal gek van dino's is. En mammoeten. En mammoeten! Ja, wil je het met of zonder microfoon? Dat weten we nog niet, want het hangt er vanaf of het nog hard gaat regenen. Brit, ik zie een olifant. Ik zie een olifant. Oké. Brit. Wil je goud zoeken? Ja, en wil je dan goud zoeken of wil je edelsteentjes zoeken? Goud. Dan is het bij elkaar €29,50. Nou, dan gaan we pinnen. Wil jij de kaartjes? De kaartjes, alsjeblieft. Hier zit zand in en goud. Wat kan je in het goudzoekersdorpje? Kan je van 7 en dan komt er goud uit. En wat je dan vindt, kan je hier en dan kan je het in bewaren. Ja? Dankjewel. Oké, veel plezier. Dankjewel. Kom, het kan uit. Kom. Er is één ding wat Jeffrey echt heel erg graag wou. En dat is de mammoeten aanraken. Durf je het? Alleen die kleine. En de grote mammoet wordt heel zacht. En daar grote tranen door. Wow! Nee. En dat, ook dino, lijkt me ook. Oh man. Zo. Een slachtoffer. Mag je... Dit zijn kiezen van de neus, hoor. Heel groot. Zo. Nou dacht jij dat die kiezen van een neushoorn groot waren, maar heb je die al gezien? Dit zijn kiezen van een mammoet. Wat is dit? Is dit ook een kies? Ja, ik zou allemaal kiezen. Hou je hand er eens bij. Het is nog groter dan jouw hand, hè? Dat is skelet. Hoe weet jij dat? Dat weet ik. Hoe weet je dat dan? Uit een boekje. Een raptorskelet. Ga er eens naast staan. Een velociraptorskelet. Nou, jij bent wel bijna groter, hè? Nou, kijk eens. Ik zie een verschil. Ja, dat is heel erg. Kijk eens achter de deur. Wow. De skelet is leuk. Ja? Ja. Boem. Niet echt scherp. Dit zijn alle dieren die vroeger met een slurf hebben geleefd. Mens niet. Nee. Waarom staat er dan een mens? Baby mammoeten? Dat hebben ze neergezet om te laten zien hoe groot ze zijn. De avondante kat. Is die eng? Nee. En de tanden zijn niet echt zo scherp. Nee? Niet. En jouw tanden? Ook niet. Mammoeten kunnen wel 5 kiezen verwisselen. En hier zijn ze. 5 keer, hè? 5 keer. Zo, die zijn groot. Die is nog groter dan jouw hoofd. Echt niet. Echt wel. Deze niet. En die? Die wel. Die ook. Die niet. Ja, die niet, maar die ook niet met die wel. Net dat de tanden niet zo scherp waren. Nee, bij die niet. Dit zijn echte sabeltand.
tijgers. Kijk op poort 2. Ik vind deze steen het mooist. De witte? Nee, die. Die? Ja, deze. Die is wat roze. Die vind ik het mooiste. Deze? De mooiste. Jeff, je gaat nu een echt skelet van een mammoet aanraken. Het is wel glad, een beetje hard. En daar zie je de haren van de mammoet. Reptielen. Reptielen? Ja. Of fossielen? Fossielen. Ah. Dit is een fossiel, een afdruk van een dier. Deze koning wordt de broer van Willems moeder. Moet ik hem ook kijken? Heel ingewikkeld allemaal, maar hij was dus eigenlijk de oom en de schoonvader van Willem. Ja? Oké. Okay. Loop maar mee met mij. Hoor, daar was het. Nou, je bent er wel door. Mooi kijkje. Een goede boy, hè? Nou, mag je. Heb je hem op? En wat heb je erop gemaakt, ja? Ga ik jou helpen met boor? Dennis, kom maar. Dennis, kom eens. Kom jullie bij. Ga je tanden poetsen? Ja. Jouw eigen tanden. Nee. Wat dan? Mammoetanden. Allemaal oorlogsdingen. Ik vind het niet boeien, maar Tim vindt het wel leuk. Wat? Die olifant is super groot. Wat? Het is een dode mens. Een dood mens? Skelet. Een raket? Ja. Oh, daaronder. Daaronder wel, ja. Zo. En de boven ook. Nee, de boven, dat is een straaljager. Maar van het hier. En mammoeten gekeken. En bootje varen, ketting maken. En een bootje varen. Dat heb je al gezegd. Ik bedoel mammoet tanden poetsen. Wat was het leukst? Nou, de mammoet eieren. En wat ga je nu doen? Dinosaurussen. Oké, okay, kom op. Niet aankomen. Schattig. Er staat dat je die nog aanraakt. Anders wordt hij boos, denk ik. Dit is een T-Rex. Kijk, tandjes. Oh, die zijn echt scherp. Mega scherp. Ik denk dat je hier een opgraving kan doen. Opgraven, ja. Dino's. Ja. Oh, je kan ik zie daar. Zullen we het doen? Nou, ik zie daar al een kop verschijnen.
Ja, en ik botten. Lachen. Ja. Wel vies van je handen nu, want dat gaat plakken. Maar moet je kijken. Ja, dat is gewoon bijna zijn kop al. Gaaf, hè? Heb jij een stukje van een T-Rex opgegraven? En zo doen ze het natuurlijk in het echt ook. Dan gaan ze zo met zo'n borsteltje, dan gaan ze zo alles heel voorzichtig weghalen, totdat die helemaal er ligt. Maar hij is er nog niet helemaal. Nee, dat klopt. Ik geloof dat ik hem al zie. Ja. De Brachio. Ik geloof dat. En welke is dat, Jeff? Weet ik niet. Ik ken die dino niet. Het is een zwemmende dino. Ja, dat weet ik. Er zit een prachtje op. Zou ik te zien, kan je erin hoor. Ik vind het een mag. Mijn mag ook. Tuurlijk. Ik kom ook. Ik word de bestuurder. Ja, jij wordt de bestuurder. Ben jij de piloot? Ja. Kijk eens boven je. Boven je zitten ook nog allemaal knopjes, hè? Ik denk dat het ook wel een echte tank is geweest. Zo te zien is het ook wel een echte tank, ja. Ja. Denk je dat deze echt gebruikt is in de oorlog? Ja. Waarom denk je dat? Deze is ook echt gordels. En droog. En olie. Echt zo en olie. Ja, daar olie. Ja. Goudmijnen. Goudmijnen? Nee, goud zoeken. Goud zoeken. Oké, laten we dat doen. Het gaat weg. Het water. Ja, dat komt omdat er steeds meer water bij komt. Gewoon onder water duwen, ja. Ik doe het wel een keer. Ik doe het ook wel. Ja, ik probeer hem open te krijgen voor je. Ja, en dan gebeurt het gewoon erin voor je, denk ik. En dan moet je zeven. Nou, hoe dan? Laat eens zien, wat heb je gevonden? Zo. Goud. Ik zie nog een stukje hoor, ja. Hier nog een stukje. Ja, heel klein. Hier. Nou, je moet denk ik zo doen. Kijk, en dan kan je die stukjes er zo uithalen. Er zitten best wel veel stukjes in, hè? Ja.
Zo. Dat zijn er veel. Ja, en die zitten allemaal in dit. In ja, maar kijk, er zitten allemaal stukjes hier. Kleine. Ja, kijk, ik zie er vanaf hier zie ik er ook nog twee. Daar en daar. Ik heb nu echt gaan. Nou, maar je bent nog lang niet klaar. Er zijn allemaal stukjes erin. Wow. Zo. Nog heel veel, joh. Ja. Daarom wordt denk ik 30 steken. Wat? Hoe kom jij gaan, zeg ik. Uit is Storyland. Ja, zo. Zoveel ook. Wat was daar? Mammoeten en andere dingen. Heb ik dat gemist? Ja, alles. Is dat jammer? Ja. Waar zitten we nou op te wachten? Hoeftegaven. Zo. Je hebt pinda op je kin. Wat ga je graven dan? Botten. Hier. Nog 2 minuten. Nou, nog even wachten. Kies maar een vakje uit. Wat? Nou, je mag 1 vakje kiezen. Daar kom je aan mij hier. Nee, doe dat niet hier. Doe dat maar eind koppen en dan is het goed. Keetje. Dan ga ik ook goed zo, Jeff. Zitten, als jullie het niet erg vinden. Nou, kijk maar. Het regent. Kan ik niet tegen. Ben je naar binnen? Nou, dat was Historyland, Jeff. Wat vond je ervan? Leuk. Ja, wat was het allerleukst? De mammoeten. De mammoeten. Nou, en dat komt mooi uit. En wat voor cijfer geef jij Historyland? 100. Een 100? En we gaan zeker nog eens terug voor het golven, toch? En je hebt nog een mooi boek. Historyland? Is leuk. Is leuk!